Hey vriend, dit is niet jouw plek. Ga ze van de kant. Hoe? Neem je hond mee in de auto. Het is vandaag een prachtige dag om er even een dagje op uit te trekken. Maar wat is nou de beste manier om je hond te vervoeren? Nou, het is vooral heel belangrijk dat je je hond goed vastzet in de auto. Ik zal het je even laten zien. Nou, je kan je hond prima vastdoen door middel van het tuigje in de auto. Pootje er doorheen, zet hem vast op de hals. Ja. En vervolgens zet je hem vast onder de borst. En dan heb je hier een lusje, daar gaat uiteindelijk de gordel doorheen. Zorg je dat hij er goed doorheen zit. En dan klik hem zo vast in de riem. Een autobench achter in de auto is ook erg handig. Ik zie ook dit liggen. Je moet natuurlijk nooit vergeten om water mee te nemen als je gaat wandelen met je hond. Dat is natuurlijk een heel handig dingetje daarvoor. Ja. Top! Oh, wacht even. Laat nooit een hond onbeheerd achter in de auto. Het lijkt misschien wel niet zo warm, maar de temperaturen kunnen behoorlijk oplopen in de auto. Je hebt gelijk. Kom, Olly. Saskia, misschien een beetje een gekke vraag, maar kunnen honden eigenlijk wagenziek worden? Ja, zeker. Er zijn ook honden die het niet prettig vinden om in de auto te zitten. Je kunt het leren om van pup af aan de hond op de stoel te zetten naast je en er later een stukje ermee te gaan rijden. Maar gelukkig zijn er ook pilletjes om het wagenziekte te verminderen. Ga je er met dit weer nou even lekker tussenuit? Zorg ervoor dat je hond goed en veilig vastzit. Toch, maatje?